De soep van deze week is een heerlijke herfstpompoensoep. Maar niet alleen pompoen, ja, je kan de vegetarische variant gekozen hebben, die is volledig van pompoen. Of het is pompoen-ossenstaartsoep. Want ossenstaart, dat vind ik heerlijk. Dat geeft echt een beetje dat nostalgische gevoel, zeker in de herfst. We leveren hem aan in zo'n zak. Staat niet helemaal goed op de beschrijving, want daar staat dat we hem in een kartonnen emmertje doen. Dat kan ook. Dus hij zit of in een kartonnen emmertje of in zo'n zak. Als hij nou in een vacuümzak zit, dan kun je hem in een pannetje met warm water hangen. Of je kan hem natuurlijk openmaken en in een pannetje opwarmen totdat hij gewoon licht begint te borrelen. Of zelfs in een magnetron doen. En als hij dan een paar minuten hierin gelegen heeft en lekker warm is, maken we de zak weer een beetje droog. En dan is het alleen maar een kwestie van de soep in een mooi kommetje doen. Even openknippen. Natuurlijk eerlijk verdelen, want de soep is altijd voor twee personen. Of in ieder geval voor twee porties, dus je kan hem ook prima nog de volgende dag natuurlijk eten. Heeft ook zo'n heerlijke verwarmende kleur, vind ik. Mooi oranje. En dan maken we hem af met een olie van zwarte munt. En zwarte munt, dat pluk ik op de Horsterhof. En dat ruikt dus een beetje naar Afrikaantjes, naar die bloemetjes. Daar is het ook familie van. Het is een hele eigenaardige smaak en dat maakt die pompoensoep echt bijzonder. En als je die er voorzichtig zo opgiet in een cirkel, krijg je een heel mooi patroontje in die pompoensoep. Let's it. Meer hoef je er niet aan te doen en je zou er zelf nog een stukje brood bij kunnen eten of misschien een soepstengel. Maar voor een tussengerecht is het heerlijk zo.